Hallo, ik ben geen held als het om paarden gaat. Ik heb ontzag voor ze, maar dan wel gecombineerd met een vrees voor de kracht van het dier. Sinds afgelopen zomer weet ik dat zelfs de kleinste Shetland pony zijn eigen plan trekt als ik met zijn teugels in mijn hand naast hem loop. Met als gevolg dat hij mij aan die teugels meetrok. Gefrustreerd kwam ik terug bij de manege. Toen ik enkele dagen na die pony ervaring een soort van paardenfluisteraar aan het werk zag met een paard dat zich geheel vrijwillig overgaf aan deze man was ik en onder de indruk en zag ik de schoonheid, de sierlijkheid, het majestueuze van het dier het temmen van zo'n paard heeft iets magisch. In de serie Woorden temmen poëzie doeboeken is een tweede deel verschenen van Kop tot teen met Charlotte van der Broek en Jeroen Dera. Die 30 gedichten hebben uitgekozen en die ze kort bespreken. En dat woord temmen in de titel van deze serie vind ik mooi gekozen, want net als een paard kan een gedicht tot frustratie en onbegrip leiden als de tekst ook niet een klein beetje naar jou luistert. En zoals het temmen van een paard niet moet leiden tot een volledig voorspelbare draf of tot een maxskaap, maar en dier dat ook nog eens zijn onvoorspelbare kracht moet kunnen laten zien. Zo moet je gedichten niet volledig plat analyseren... en altijd ruimte overhouden voor nieuwe interpretaties en inzichten. De eerste uitgave van deze serie was 24 uur in het licht van Kila en Babsi... die zich wat meer leek te richten op jongere lezers, ook al vanaf de basisschool. Met gedichten gekoppeld aan het tijdstip op een dag. In van kop tot teen staat het hele lichaam centraal met alle zintuigen en sensaties... waardoor alle gedichten bij elkaar dus het hele lichaam verbeelden. Dit boek is naar eigen zeggen bedoeld voor jongeren en volwassenen vanaf 14 jaar en richt zich dus op een wat oudere doelgroep dan het vorige deel. Zo'n koppeling met het menselijk lichaam is natuurlijk wat gezocht, waarbij de codering van de bladzijde zelfs een DNA-sliert moet voorstellen. En daar ben ik eigenlijk nooit zo'n liefhebber van, omdat je je kunt afvragen of het gedicht nu op eigen kracht in het boek terecht is gekomen of omdat het nu eenmaal het enige gedicht was dat aan de knie of aan de schouder gekoppeld kon worden. Maar goed. Zo werkt mijn hoofd. Aan de andere kant is er werkelijk niets aan te merken op de keuze van de gedichten. Een bloemlezing valt of staat bij de kwaliteit van de poëzie. En deze verzameling is van een hoog niveau. Het probleem dat ik nu in deze video heb, is dat ik de rest tekort ga doen als ik nu een paar gedichten noem. Daarom de disclaimer dat dit mijn favorieten zijn: Rip van Radna Fabias, Ademloos van Delphine Leconte, De Rivier van Lucie Berg, Bodyscan van Marjolein van Heemstra, Plep van Helene Gelens de verdiepingen van over het schaffer maar de meeste indruk maakte bij de eerste lezing graag verlossing van Gerda Blees graag verlossing nee ik kan veel verdragen bijna alles en dat meen ik shit gebeurt dat weet ik daar doen jullie ook niks tegen dat is wel gebleken en ik zou het zelf ook liever niet vergeten voor mijn dochter later weet je zij moet snappen hoe verraderlijk het is, zo'n slapend fietspad. Mooie sterren, maar geen straatlicht. Nee, laat mij maar draaien elke nacht, mezelf weer wakker happen. Het geluid van klappen op mijn kaak. Opnieuw de rits die breekt, en weer de naad, de huid. De biefstuk-tong haast afgebeten, en die zure smaak. Dus nee, laat mij maar overgeven, geen probleem. Het zal wel slijten, maar alleen één ding wou ik dus vragen: of jullie dat nog uit mijn geheugen kunnen halen. Een gezicht niet van de man die zich verloor in wat hij met me deed, maar van die andere, die knappe, met die etalageogen. Please, verlos me verder nergens van, behalve dan de ogen van de man die bij zichzelf bleef op gepaste afstand, vlak voordat hij wegkeek. Het lastige van poëzieonderwijs of van iemand anders poëzie laten ervaren is dat bij elk extra hulpmiddel dat je geeft om de woorden te temmen, je ook te veel kunt geven. En de valkuil binnen dat onderwijs is de vormanalyse, die een opstap zou moeten zijn tot een interpretatie. Maar veel lezers haken dan terecht af. En dat zijn juist de goede lezers, zou ik willen zeggen, want die snappen dat een tekst geen bestaansrecht heeft op basis van een vormanalyse. maar... Op basis van betekenis. En het zoeken van zo'n betekenis in de tekst wordt een probleem als een begeleidende uitleg of een enthousiaste of iets minder enthousiaste docent te veel een interpretatie. Oplegt. Het gevoel van temmen heeft alleen maar zin of levert alleen maar iets op als je het daadwerkelijk zelf doet. Voor mij als docent voelt het bespreken van een gedicht dan ook vaak als een koorddans. En dat is, bedenk ik nu misschien ook wel de reden dat ik tot op heden geen video's over poëzie heb gemaakt. Naast dat ik wellicht geen goede poëzietemmer ben. Van der Broek en Dera weten overigens wel hoe ze moeten koorddansen. En dat doen ze aan de hand van korte stukjes. Lees, denk, doe, schrijf en weet. En na elk gedicht begint een van de twee. Met een associatie. Het is opvallend dat Charlotte van der het daarbij vaak heeft over het gevoel dat het gedicht bij haar oproept, en dat Jeroen Dera meer analytisch en associërend te werk gaat. Daarbij een soort stereotyp-onderscheid tussen man vrouw, tussen dichter en literatuurwetenschapper, of iets wat in mijn hoofd zit en het is sowieso niet erg. De meeste waarde hecht ik aan het de denken en aan de weetstukjes. Daar worden de meeste nieuwe inzichten aangereikt om de tekst opnieuw te lezen, alhoewel ook de andere alinea's soms nieuwe inzichten bieden. En zo vloeien vanuit de tekst teksten taaltechnische begrippen als die. En parlando en analytische kaders als male gaze en polyfonie, met soms een subtiel zinnetje naar beroemde denkers en hun theorieën. En tja, dat is soms wat kort door de bocht, soms iets te beknopt, want hoe leg je in één zin uit hoe Karl Marx commodificatie bedoelde of hoe Roland Bart de Citroën-auto als goddelijkheid las? Dat kan niet, dat hoeft ook niet, en toch is het jammer. Al met al biedt deze bundel een welkome aanvulling op het poëzieonderwijs, omdat het uitgaat van de gedichten en vragen stelt die aansluiten op een zoekende lezer. En soms zijn die vragen bij die leestukjes wat mij betreft iets te confronterend of iets te veel op zoek naar een mogelijke discussie met vragen als eh, welk effect heeft dit op jou, wat doet dit met jou, hoe voel je je hierbij en wanneer dacht je, dit is poëzie. Het zijn allemaal vragen die wat mij betreft te snel komen en misschien ook helemaal niet gesteld woorden. Een lezer als ik wordt dan alleen maar geconfronteerd met het feit dat ik nog weinig weet of voel en nog helemaal niets aan het temmen ben. En dat vind ik vervelend, net als de mededeling dat ik boos zou moeten worden om het gedicht RIP van Radna Fabias. Of ik boos word, dat bepaal ik zelf wel. Uiteindelijk laat dit gewoon zien dat dat koorddansen, het begeleiden van het temmen gewoon heel moeilijk is. En daarom nogmaals, Van der Broek en Dera doen dat hartstikke goed. Zo goed zelfs dat ik meer wil en wensen heb. Ik las de bundel van voor naar achter en dat had ik misschien ook helemaal niet moeten doen. Maar soms zou je het gevoel willen hebben dat iets wat je bij een vorig gedicht hebt gelezen, dat je dat dan weer kan toepassen bij een volgend gedicht. De bevestiging dat je blik en je leeswijze is veranderd, noem het een didactische leerlijn. En ik zie ook mogelijkheden voor een volgend deel in de serie. Want lezers, en met name jonge puberale lezers, die worden gedwongen. Om poëzie te analyseren. Je kunt enorm gebaat zijn om iets te leren over poëziekritiek. We leren de woorden temmen, maar we kunnen de woorden natuurlijk ook straffen. Lezen gaat niet alleen over dingen vinden of dingen voelen, maar ook over de zaken die je mist. En dat onder woorden brengen is lastig, maar leerzaam. En daarom zou ik het een interessante aanvulling vinden. Tot slot, voor een vertaalwedstrijd op lerarennederlands.nl gebruikte je Jeroen Dera en Kila van der Starre dezelfde opzet in kopjes Lees, Denk, Doe, Schrijf, Weet bij het gedicht Telescoop van Nobelprijswinnaar Louise Gluck. En ineens bedacht ik me dat deze opzet zich uitstekend leent voor een jaarlijkse dichtbundel met een x-aantal gedichten als verplichte stof voor een schoolexamen of een examen Nederlands. Zegt het voort.